Nou, ik ben Rijn van Leeuwarden. Ik ben 32 jaar oud. Nou, ik werk in de zorg. Ja, dat zijn mensen waarvan eigenlijk voor de buitenwereld, voor hun is de buitenwereld heel eng. En in sommige gevallen zijn hun ook misschien een beetje eng voor de buitenwereld. Dat kan zich soms uiten in een bepaald gedrag die mensen niet verstaan. En de vraag van jou als begeleider is dan om voor hun kort samengevat een menswaardig bestaan te geven aan de cliënt. Ja, wat het voor mij leuk maakt is, ik voel dat ik een bijzondere bijdrage lever aan het leven van de cliënt. Nog meer geduld te hebben en mensen te accepteren zoals ze zijn. Soms moet je hetgeen wat iemand doet niet betrekken op degene. Alles wat iemand heeft gevormd, dat kan zich uiten in gedrag. Een kind die liefde heeft gehad, die zal zeg maar liefdevol reageren. En dat is denk ik wat ik wil zeggen, is van, ja, voornamelijk liefde geven. En dan zal je liefde terugkrijgen. Ik kan me herinneren dat ik met de cliënten en nog andere collega's bijna een uur heb liggen worstelen fysiek op de grond. Om hem te beschermen tegen zichzelf. Omdat hij zijn hoofd wilde beschadigen, zijn eigen aan het bijten was. Dat is die voorbeeld. En vervolgens was ik dus zo bezweet dat ik gewoon helemaal nat was. En dat mijn kleren onder de bloed waren van zijn verwondingen. Die open gingen van de spartel op de grond. En ik ging op de bank zitten. Hij kwam naast me zitten. En hij legt zijn hoofd gewoon hier, alsof hij in de voetenshouding lag. Met een kindje die bij zijn ouders ging liggen. En dat was na mijn eerste dienst. Dat waren wel een van de hele mooie momenten die ik kan terughalen. Dat zijn gewoon mensen die hebben een hulpvraag. En wat als iedereen zo zou denken van, ja, die mensen zijn gevaarlijk of ja, ze zijn gehandicapt. Nee, ik denk dat ze daar niet voor gekozen hebben. En dat geeft mij uiteindelijk, nu ik erin zit, natuurlijk heb ik wel eens dagen dat ik denk, joh, gegetsie, dat anders gekund. Maar dat geeft mij een voldoening om te weten dat als ik naar huis ga, dat ik de betrouwbare ander ben geweest.